als Nederland wint van Taiwan, dan kunnen de tickets naar Tokio voor de tweede ronde van de World Baseball Classic besteld worden. En Nederland begint goed tegen de Taiwanese Gregorius over de thuisplaat op de klap van Dashenko Ricardo. En al snel een 1-0 voorsprong op het scorebord. Nederland had opende met een 5-0 overwinning op Zuid-Korea, terwijl de Taiwanese verloren van Israël met 15-7. Een droomstart dus voor Team Kingdom of the Netherlands. Maar de Taiwanese zijn ook niet van gisteren en slaan meteen terug in de derde inning. Op het gooien van Jair Jurriens schiet die bal daar weg. En is hier het eerste Taiwanese punt dat over de thuisplaat komt. Chang die scoort de gelijkmaker en het is feest op de tribunes. Het Gaichok Skydome. En dan het volgende Taiwanese punt, want dit is de verre klap van Chi Chung Lin. De sacrifice fly in het rechtsveld en daarop komt Chu Shen Shang over de thuisplaat. En zo leidt Taiwan met 2-1. Het zou een wedstrijd worden met kerende kansen voor beide teams. De Taiwanese moeten dus winnen, dat mag duidelijk zijn. Dan de vierde inning van de wedstrijd. Nederland heeft twee honken in handen en daar is hij aan slag. Didi Gregorius, die een hoofdrol zou spelen voor Nederland, aan slag in deze wedstrijd. Prachtige klap. Slaat hem eroverheen. Zijn tweede tweehonkslag van de wedstrijd. En Coco Ballantien en Jonathan Schoop komen over de thuisplaat. En tillen zo de score voor Nederland naar 3-2. Nederland is weer op voorsprong door toedoen van de korte stop van de New York Yankees. En daar bleef er niet bij, want daar is Ricardo weer met een goede klap. En daar gaat Gregorius op scoren voor de tweede maal in deze wedstrijd. En het wordt zelfs 4-2 voor Nederland. Een marge dus van 2 runs. Sippen gezicht op de tribunes, maar die marge van 2 runs zou niet voldoende zijn. Want daar komen de Taiwanese in de 5e inning. Met deze dreun van Chow Hao Chang. Hij neemt Chin Lu Hu over de thuisplaat mee. Een home run in het restveld. En het is weer gelijk 4-4. En, en dat gebeurt allemaal op het werpen van Lars Huijer. Hopen de Taiwanese weer. Nederland probeert dan de schade te beperken. 1-3 bezet, nog niemand uit. Huijer nog steeds op de heuvel. En dan besluiten de Nederlanders om de 0 in ieder geval daar te gaan maken. En dan scoort het 5e punt en komen de Taiwanese op voorsprong 5-4. Maar daar blijft het gelukkig bij voor Nederland. Maar er moet er nog wel gelijk gemaakt worden. Daarvoor gaan we naar de 8e inning. Ballantien slaat die bal daar naar het linksveld. Hij had 4-4 in deze wedstrijd, Coco Ballantien. Speelde echt een geweldige wedstrijd. Nederland krijgt 1-2 bezet. Want ook Bogaert stond al op het honk. Dan Schoop aan slag. Schoop naar het eerste honk toe. De honklopen schuiven op. En je zou zeggen, die is safe. Maar nee, hij wordt uitgegeven in een dubbelspel. Dus zijn er ineens 2-0. Schoop kan het niet geloven. Hij was niet uit, maar hij werd wel uitgegeven. Het ongeloof even op de tribunes bij de Nederlanders. Want kijk, maar daar is het bewijs geleverd. Ja, hij is zelfs dik safe. Maar dan hebben we nog altijd Didi Gregorius. Loper op 3. Dat is Bogaerts. En Gregorius met zijn derde tweehonkslag van de wedstrijd zorgt hij ervoor dat Bogaerts de gelijkmaker kan scoren. Het wordt 5-5 in de 8e inning. En dus leeft Nederland weer. Wat een wedstrijd voor Didi Gregorius. En dan wordt het beslist op curieuze wijze in de 9e inning. Bij de stand 5-5. Alle honken al vol. Niemand uit. Jurikson Pelvar aan slag. Hij pakt de 4-wijd en zegt kom maar, wij gaan naar Tokio. Want zo komt met Pinsrunner Kemp het winnende punt over de thuisplaat. Nederland verslaat Taiwan met 6-5 en gaat naar Tokio. Of zoals Grupo Sportivo zong, Tokio. I'm on my way. Live, video's en nieuws. Ga naar foxsports.nl.